maandag 7 december en het is nu 10:45 en ik ben net thuis. Ik had één beurt van het examen. Ik had dus vandaag examen Nederlands en het is wel redelijk goed gegaan. Oh ja, kijk, ik wil zelfs meer pakken. Maar ik had dus maar één beurt, dus ik ben al thuis. Lekker chill allemaal. Dat moet ik nog meenemen. En ik ga dus nu al beginnen met studeren. Want ik ga gewoon al beginnen. Ik moet vandaag aardrijkskunde studeren en het is eigenlijk helemaal niet veel. Het zijn denk ik maar 30 pagina's of zo, dus dat is totaal niet veel. Het zijn wel redelijk veel definities. Maar eigenlijk is het helemaal niet veel en ook niet zo moeilijk. Dus daar ben ik echt heel, heel blij om. Ik ga beneden studeren, want ik vind het niet zo gezellig om zo alleen in huis te zijn en dan zo boven te gaan zitten. Maar mijn arm begint echt pijn te doen. De camera weegt super veel. Maar ik heb gisteren trouwens ook eindelijk mijn eerste vlogmas kunnen uploaden. Het heeft echt lang geduurd, ik weet het. Maar ja, ik had allemaal problemen en ik had ook heel weinig tijd om te editen en zo. En dan ga ik ook sowieso... als ik een uur geleerd heb, ga ik even eten. En dan ga ik voorstuderen. Dus tot straks. Ik was dus deze morgen ook gewoon te laat op school. En met de examens is dat echt een ramp. Tijdens een gewone schooldag is dat nu minder erg. Maar omdat we verhuisd zijn, nog wel redelijk ver moeten rijden. Zei ik van ik wil goed op tijd vertrekken. En we waren om 7:50 vertrokken hier. En het is ongeveer 25 minuten rijden. Dus we waren eigenlijk echt ruim op tijd en tijd genoeg. En we komen aan eigenlijk de ring. En aan een heel druk punt. En normaal is daar een beetje file. En nu was er kei lange file. Dus was ik pas om 8:45 op school. Dat is nu natuurlijk niet te lang. Alleen niet veel te laat, maar toch. Maar alle chance moesten wij dus nog van lokaal verhuizen. Dus wij zijn nog niet bezig en zo. En er waren trouwens heel veel mensen te laat. Ik kwam zo binnen we hebben een voetgangerspoort en een fietsenpoort en die waren allebei vast, dus moest ik langs de voordeur gaan, wat normaal ik eigenlijk niet mag alleen als je te laat bent. En dan kwamen er nog keiveel mensen aan, dus er waren gewoon echt heel veel mensen te laat. Dus maar dat is gewoon echt heel stresserend. Dan zit je zo in een auto, binnen 5 minuten belt dus, en we zijn nog maar hier, echt stress dus. Oké, maar alles is gewoon goed gekomen. Ik ga nu eten, maar gisteren heeft Sinterklaas heel veel chocoladevintjes gebracht. En ik wil er één. Ik weet dus niet welke dat ik moet kiezen. Ik denk dat ik voor... deze ga. Het is nu... Wat kan ik hier doen? Het is nu 10:45 en ik ga terug porteren. Ik heb ook net gegeten. En een paar YouTube-filmpjes kijken, dus nu ga ik voortdoen. Hey iedereen, ik heb net even gepauzeerd en ik heb een fruitsalade gemaakt. Zo ziet hij eruit. En hij ziet er nu toch echt heel lekker uit. het is gewoon wel mandarijn, appel en banaan. Maar ik heb net ook mijn samenvatting af. Ik had al wat voorhand samenvatting gemaakt. Die is nu ook helemaal af. Het is nu iets van 10:50 of zo. En nu ga ik gewoon alles nog eens heel goed een paar keer doornemen. Tijdens dat je zo'n samenvatting aan het maken bent, dan onthouden al heel veel dingen. En terwijl ga ik ook genieten van mijn lekkere fruitsla. Hey iedereen, het is nu 7:55. Vijf na 7:30. En we hebben een 1:30 geleden ongeveer al gedaan met eten. Ik ben al klaar met leren, maar ik ga voor de zekerheid alles nog eens een laatste keer overzien. En dan ben ik helemaal klaar. En